geld gaan we gewoon beginnen. Zo heet het ook natuurlijk, de map. Hij is klaar. Ik ben er hartstikke trots op. Dit is de aftrap en de presentatie van de map, van de training voor hetzelfde geld. En we zijn hier bij de voedselbank op de plantage in Ondiep. En de eerste mappen zijn uitgereikt en er is een inkijkje gegeven van de training door degene die het ontwikkeld heeft, de map. Wiens idee was het om deze cursus te ontwikkelen? Volgens mij toch wel de mijne. Het is ook wel overleg geweest op kantoor natuurlijk in Den Haag met de Stichting Lezen en Schrijven. En van ja, we moeten niet gaan wachten tot de bel gaat, tot cursisten zichzelf melden voor een taalles. Maar we moeten zelf actiever worden en gaan kijken waar liggen nou de probleemgebieden. En dat kan ook reïntegratie zijn, dat kan gezondheid zijn, maar dat is ook schuld en hulpverlening, dus de financiële sector. Er zitten, behalve leeswerk en schrijfwerk, wat normaal is natuurlijk voor een taalprogramma. Wat is je eerste reactie? Heel enthousiast over de map. Ik denk dat het heel behulpzaam kan zijn voor het werk wat wij doen. En dat er heel veel mensen bij gebaat zijn. En hebben jullie nu in jullie werk veel te maken met mensen met financiële problemen? Ja, wat je ziet is dat financiële problemen in ons werk heel veel terugkomen. Dat mensen met brieven komen die ze niet snappen. Achterstanden daardoor oplopen omdat ze niet betalen. Omdat ze gewoon simpelweg niet weten hoe ze dat moeten doen of naar wie of wat ze het over moeten maken. Dus daar hebben we heel veel mee te maken, ja. Dus er was altijd al vrij veel materiaal voor mensen vanuit het buitenland. Wij noemen dat MT2. Ja, voor wie is de cursus precies bedoeld? De cursus is bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Wij noemen ze laaggeletterd. Dat zijn mensen die niet voldoende kunnen lezen en schrijven om hun eigen leven op orde te houden. Om zelfredzaam te zijn. Dus die mensen, daar hebben we het voor geschreven, want waarschijnlijk hebben ze daardoor ook de problemen financieel. Dus als mensen moeite hebben met lezen en schrijven, komen ze makkelijk in financiële problemen? Ja, ik ben wel eens bij mensen thuis geweest, die hadden dan zeg maar een Albert Heijn-tas achter de bank. En daar zaten alle moeilijke brieven in, maar ook oproepen voor borstkanker, noem alles maar op. En dat deden ze in een tas, omdat ze er geen raad mee wisten. En zo stapelen de problemen zich op. Want ze snappen gewoon niet wat ze door de brievenbus krijgen. En ze weten ook de weggetjes niet als ze in problemen zitten. Van ja, wat moet ik er nou aan doen? Nou, doe ik er maar niks aan. Ja, nou, dit heeft niks met hetzelfde geld te maken. Maar wel met hoe ontstaat nou zoiets? Wat je ziet in onze klantenbestand is dat heel veel mensen gewoon moeite hebben met lezen en schrijven. Met de Nederlandse taal. En het gaat om autochtone mensen, maar ook om allochtone mensen. En dit is een cursus die op een hele praktische manier, denken wij, op een hele laagdrempelige manier, gewoon helderheid kan geven in je financiële zaken. En er is wel echt behoefte aan zo'n soort cursus? Ja, er is denk ik enorm veel behoefte aan, omdat wij vaak klanten met dezelfde vraag, met de financiële vraagstukken, terug zien komen. En als je dat signaleert, dan is het wel prettig dat je daar een cursus aan kan verbinden, zodat diegene het zelf kan leren. En nou, op deze manier, als dat in 8 cursusmomenten kan, dan denk ik dat je en diegene helpt, omdat de zelfredzaamheid omhoog gaat. De eigenwaarde gaat ermee omhoog, omdat ze iets hebben aangeleerd. En ze kunnen zichzelf dan helpen in plaats van dat ze hulp moeten zoeken. Voorin zit een klein boekje. En wij zijn van plan om een pilot te draaien bij u centraal. 2 vrijwilligersdocenten die gaan de cursus geven aan klanten. En dat zal gebeuren in 5 bijeenkomsten. En van 2 uur. En we gaan beginnen op 3 maart. En waar kunnen mensen zich aanmelden? Mensen kunnen zich aanmelden bij u centraal. En ik zou willen adviseren om dan even naar het algemene telefoonnummer te bellen. Of een mailtje te sturen naar info-admin@u-centraal.nl. En als die pilotfase geslaagd is, willen wij zo snel mogelijk aansluiten om hem ook in Ondiep te gaan geven.